Naar eigen land dan, want treinreizigers die zijn de chaos op het spoor spuugzat. Als u zometeen per spoor naar het werk moet, heeft u ongetwijfeld die bekende reisplanner al een aantal keer gecheckt. Want de afgelopen weken hebben we te maken met vertragingen, uitvallende treinen, maar de allergrootste frustratie, propvolle wagons. Zojuist komt het nieuws binnen dat het grootste deel van de FNV-leden van NS hebben ingestemd met de nieuwe CAO en dat stakingen definitief van de baan zijn. Het neemt alleen niet weg dat de NS kampt met forse personeelstekorten en daardoor minder treinen inzet, die dan vaak ook nog korter zijn. Bij Rover, de reizigersorganisatie voor het openbaar vervoer, is het aantal klachten de afgelopen maand verzesvoudigd. 1700 klachten kwamen er binnen in september. Iets wat volgens Roverbaas Freek Bos in de meer dan de afgelopen 10 jaar niet zo is voorgekomen. Nou, bij die belangrijkste belangenclub, is de maat nu echt vol. Zij denken aan onconventionele maatregelen voor de nieuwe leiding van NS onder leiding van Wouter Koolmees. En ze krijgen bijval van de Partij van de Arbeid. Ik vind die dienstregeling op dit moment bij de NS gewoon beneden peil. En dat moet anders. En ik vind dat de staatssecretaris daar echt onzichtbaar in is. Dus ik wil dat zij in actie komt en dat we ervoor zorgen dat er meer en een betere betrouwbare dienstregeling komt op korte termijn. Ik vind dat de staatssecretaris meer regie moet nemen en ook meer financiële ondersteuning moet bieden aan die openbaar vervoersbedrijven. We willen dus dat er genoeg personeel in dienst is, want die medewerkers die houden dat land in beweging, die conducteurs en de machinisten. Op korte termijn los je dat personeelstekort helaas niet zo snel op als je zou willen. Dus misschien moet je kijken naar minder conducteurs inzetten op een trein. Ik denk dat je daar toch iets flexibeler in moet worden. Maar daar staat de veiligheid wel bij voorop. Ja, staatssecretaris Heijnen onzichtbaar. Is dat ook uw indruk? Nee, dat vind ik echt te negatief. Ik ben heel blij dat Wouter Koolmees nu de kar daar gaat trekken. En volgens mij is Wouter Koolmees een geschikte vent die echt iets kan. Dus ik hoop dat hij daar echt succes heeft. En gewoon weer voor zorgt dat ook bij de NS weer de klant centraal staat. Maar u bent dus hoopvol, als ik dat zo hoor, dat de problemen nu onder Wouter Koolmees opgelost gaan worden. Nou ja, ik wens hem alle succes en ik hoop dat hij erin slaagt. Ja, u heeft met Wouter Koolmees ook gewerkt. Is dit de juiste man op de juiste plek? Dat zal hij natuurlijk moeten bewijzen, maar hij was tot nu toe op alle plekken waar hij heeft gezeten meer dan de juiste man. Een man van pensioenakkoord. Een man die door van links tot rechts, hij kan met iedereen samenwerken. Mm-hmm. Hij is nooit te beroerd om ook politieke tegenstanders iets uit te leggen als het om de financiën gaat. Het is het beste wat Nederland voortbrengt als het gaat om compromissen. En daar is ons land uiteindelijk mee gebaat en ook op gebouwd. Dus ik wens hem heel veel succes. Het is een hele sympathieke man en inderdaad wat jij beschrijft. Altijd aan bruggen bouwen en altijd de handreiking naar andere partijen. Dat is wat ik van hem weet. Nou, dan volop enthousiasme over Wouter Koolmees. Dan komt het helemaal goed met de spoor als ik jullie zo hoor. Het weer.